Zo'n jongen die kwam het ook het veld op. En toen liet hij mij gewoon zien dat hij zijn vinger was verloren met het klimmen. Ja, die was gewoon hartstikke blij alsnog, weet je. Die was de vinger kwijt, maar dat maakte niks uit. Jeroen van der Lely is een kind van FC Twente en kende in zijn korte carrière toch vele hoogte- en dieptepunten. Dat laatste werd bereikt toen de club uit Enschede in financiële problemen raakte en sportief succes uitbleef. Degradatie leek onafwendbaar en uit bij Vitesse werd het lot bezegeld. FC Twente degradeerde uit de eredivisie en heel rouwig waren de fans van andere clubs daar niet om. Ja, dit was gewoon, je merkte al wel lang dat het eraan zat te komen, die degradatie, maar je probeerde je er nog tegen te verzetten. En toen, ik weet nog, die wedstrijd tegen Vitesse gingen we nog in vol goede hoop. En toen ja, werd het al best wel gauw dat je dacht van, oh, dat loopt echt van geen kant. En de tweede helft, volgens mij ja, kwam al gauw flink achter, weet je. En op een gegeven moment liep het ook uit. En toen moesten we nog 20 minuten en iedereen stond op het veld van, ja, shit, weet je, het is echt wel klaar. Je voelt je heel machteloos, weet je. Je denkt van, shit, je gaat dan heel erg aan jezelf twijfelen van, heb ik er wel alles aan gedaan om dit te voorkomen? En ja, het is gewoon heel veel negativiteit. En het heeft me ook echt wel lang gekost voordat ik dat een beetje los kon laten. Ook gewoon omdat het toen in die tijd ook financieel niet heel lekker ging met de club. En dan kreeg je dat ook, dat het onzeker was van, kan de club wel verder? Moeten er veel mensen uit? En ja, je merkte toen ook dat het bij de omgeving zo erg leeft. En dat, ja, mensen waren er echt stuk van. En ja. Dus dat was niet echt een mooie tijd wat dat betreft. Ik snapte ook wel waar het vandaan kwam dat de andere clubs niet zo blij waren, denk ik, met Twente. Maar nee, ja, ik ben sowieso iemand die nooit heel erg dan goed volgt wat er buitenom omgaat. Ook omdat ik juist denk van ja, anders krijg je een beetje dat soort gevoelens. Maar ja, je merkte wel dat het ons niet altijd gegund werd. Maar ja, dat... Ik heb er geen last van gehad ofzo. Ik kan er zelfs soms om lachen. Volgens mij was het bij NAC uit, zou dat kunnen. Maar toen hadden we ook een wedstrijd uit en toen hadden ze echt zo'n spandoek heel erg anti-Twente gemaakt. Maar dan dacht ik gewoon, ja, het is best wel creatief gedaan, weet je. Maar de hondstrouwe fans bleven achter de club staan en men geloofde in directe promotie naar het hoogste niveau. De Tukkers richtten zich op in de keukenkampioendivisie, maar Van der Lely had het moeilijk. Vanaf de tribune zag hij zijn FC Twente winnen van Jong AZ en daarmee werd het uiteindelijk toch kampioen. Persoonlijk was het eigenlijk echt een dramatisch seizoen voor mij. Terwijl als team ging het wel, ja, best wel goed. Weet je? We hebben niet altijd even goed gespeeld, maar we hebben wel gepresteerd. Ik was super blij iedere keer dat we wonnen. Omdat ja, ik had ook wel zoiets van, we moeten gewoon echt dit jaar promoveren. Want ik weet niet hoe het anders verder gaat met de club. Maar aan de andere kant, ja, zat ik de hele tijd op de tribune en dan voelde ik me ook een beetje nutteloos. Dus ja, dat was voor mij ook wel een beetje een dubbel seizoen. Ik had al geleerd van dat seizoen dat geen één wedstrijd was makkelijk voor ons. Nee. Weet je? Ondanks dat we stonden al een tijdje bovenaan. Maar alsnog moesten we tegen de nummer laatst, wat het altijd lastig. We waren niet een team wat makkelijk 4-0 won en weet je, na een kwartier 3-0 voor stond. Weet je, je hield een beetje de andere resultaten in de gaten. En toen had je toch al wel gauw zoiets van, oh, als wij het gelijk houden is goed. En toen op een gegeven moment stond volgens mij Sparta achter of zo. En toen was het echt zo van, nou, alsnog verliezen we, maakt ook niet uit. En toen, ik denk 20 minuten voor tijd of zo, had ik wel echt het idee, hey, ik denk echt dat we vandaag kampioen gaan worden. Ondanks dat wat je zegt, het was echt niet om aan te gluren, die wedstrijd. Met FC Twente kampioen in de keukenkampioendivisie. En dus keert FC Twente terug op het hoogste niveau, terug in de eredivisie. Al die fans, weet je, die moesten daar gewoon klimmen over een ja, er zaten gewoon allemaal stekels bovenaan dat hek. Maar ja, die klommen gewoon daar overheen, weet je, omdat die mee wouden vieren op het veld. En ja, heel dit veld werd gewoon bestormd toen, ja. Maar dat was eigenlijk wel leuk toen. Dat gaf wel wat extra's. Ik weet nog dat toen we dat hadden, dat vond ik dan ook wel echt, zo'n jongen die kwam het ook het veld op. En toen liet hij mij gewoon zien dat hij zijn vinger was verloren met het klimmen. Toen dacht ik zo, ja, dat... Wat zeg je dan? Ja, precies. Ik zei, ik weet niet eens meer waar ik reageerde, maar... Ja, die was gewoon hartstikke blij alsnog, weet je. Die was de vinger kwijt, maar dat maakte niks uit. Dus ja, dat was... Ze zijn soms wel gek hier, om het maar zo te zeggen. Een van de meest gevierde mensen was Wout Brama. Hij keerde terug uit Australië en nam zijn FC Twente bij de hand richting een kampioenschap en een promotie naar de eredivisie.
Maar later lekte er behoorlijk wat negatieve berichten rondom de aanvoerder die volgens clubicoon Bosker als vergif op de spelersgroep zou werken. Van der Lely is goed bevriend met Mr. FC Twente en zag dit met ledenogen aan. Ik zat naast Brahma, ja. Wat? Naast Mr. FC Twente. Ja, ik wou net zeggen. Hoe is dat dan? Dat is wel leuk. Ja, klopt. Ja, ik had toen zelf, toen hij weer terugkwam vanuit Australië, dat was, even kijken, dus niet dit seizoen, maar vorig seizoen. Ik had denk ik al met hem een keertje getraind voordat hij wegging bij Twente. En toen kwam hij terug en ja, ik had wel een beetje het idee dat ik hem al kende. Weet je, als Mr. FC Twente ook gewoon omdat er werd zoveel geschreven over hem. En hij, ja, ja, hij was toch wel een soort... als je in de jeugd speelde was het altijd van neem een voorbeeld aan hem, weet je. Dus dat was wel leuk. Maar ja, ik moet zeggen dat ik toen best wel gauw ook vrienden met hem ben geworden. Ik denk dat het toch dan die tukkers onder elkaar is. Ja, vooral omdat ik ken Wout, heb ik ook nog wel goed contact mee gehouden toen ik wegging bij Twente. Dus ja, ik vond het gewoon wel een beetje een sneu situatie voor hem, omdat ik hem zelf totaal niet zo kende, weet je. Dus wat er toen naar buiten kwam, dacht ik van ja, is jammer, want daardoor wordt toch een beetje het beeld gevormd voor hem. En ja, ik denk toch dat mensen dat dan wel best wel gauw als waarheid gaan zien, weet je, wat je dan leest. En dat vond ik gewoon niet helemaal eerlijk tegenover hem, omdat ik heb hem nooit ervaren als een vervelende invloed in de groep of zo. Maar ja, ik stond er buiten, dus ik kan dat ook niet goed beoordelen. Ik denk dat als je hem ziet, ja, voetballen en een beetje de naam die hij hier heeft, dat helemaal niet overeenkomt met wat er daar is voorgevallen. Dus ik denk dat veel fans alsnog achter hem zijn blijven staan. Maar ja, het is natuurlijk nooit heel fijn als je een soort naam krijgt door iets waar je zelf eigenlijk niks aan kan doen. Terugkijkend op zijn tijd bij FC Twente kwam Van der Lely nog met een merkwaardig verhaal van een Duitse teamgenoot die op school waarschijnlijk een zeer laag cijfer had voor topografie. Toen hadden we een oefenwedstrijd tegen volgens mij een amateurclub. Of nee, het was een Deense ploeg was dat in de voorbereiding en dat speelden we dan bij Goor. Weet je, dus dat is een 20 minuutje rijden van het FPK-stadion. En ik weet nog, hij sprak ook niet zo goed Engels, dus ik begreep hem niet altijd even goed. Maar ja, ik dacht gewoon echt dat hij vroeg van of we dan op dat moment ook in Denemarken waren. Weet je, we hadden een kwartiertje gereden met de bus. En hij vroeg, ja, maar zijn we nu dan in Denemarken? Dat ik echt dacht van, oké, of ik begrijp hem niet goed, of deze jongen is echt waar gewoon... Waar kwam hij vandaan dan? Hij kwam uit Duitsland. Dus dat je zou denken, oké, hij zou wel een beetje weten waar alles zou liggen, weet je. Maar, ja, dus ja, als mensen willen weten wat voor jongens ik ben tegengekomen in de voetbalwereld, stel ik dat vaak.